Bazaar is zodanig snel vertrokken, gelanceerd geweest. Op een gegeven moment, baf, waren wij daar. The sky was the limit. Allee, ik bedoel, dat album was nog niet uit. Of het waren al Lotto Arena's uitverkocht en weet ik veel wat allemaal. Maar er is ook heel snel gekeerd in die zin van... Ja, het was... mensen interpreteerden ons als een soort van marketing. Allee, gemarket iets. Iets dat samengesteld was, iets dat het deed voor de hype. Voor de, ja, dat het een hype was en dat niet authentiek was. En dat vond ik wel... Ik vond dat gewoon niet eerlijk. Je verkoopt, 37 platina platen, zo, who the fuck cares? En wel, ja, misschien in het begin zat ik daar niet mee en dan zat ik met mijn eigen zo wat even niet 100%. En dan werd ik ineens aangevallen persoonlijk. En ja, en dan was ik zo van, ja, we beginnen daarover na te denken. En dan denk ik echt zo van, ja, dat is niet eerlijk gewoon. Ik zie nog koppen staan van onze tweede sportpaleis dat er stond van... De gasten denken eerst aan hun imago en dan aan hun muziek. Terwijl dat bij ons altijd muziek primeert over alles. Heb je daar zo zwaar van afgeschikt? Ik heb daar echt... dat ik zo had van... Fuck, ik twijfelde wel voor het eerst aan mij als frontman. Of van wat ik aan het doen was. Was ik wel voor het eerst zo van... Ah, shit, ja. De mensen vinden het misschien toch niet zo leuk wat ik aan het doen ben. Misschien kan ik dat eigenlijk helemaal toch niet zo goed. Maar heb je er een halve burn-out van gehad? Ja, ik heb met mensen gebabbeld, hè, ja. Maar daar is niks mis mee, volgens mij. Nee, maar er is ook helemaal niks mis mee. Maar ik vind het wel kras dat een allegaartje aan kritieken jou dusdanig onderuit haalt dat je er mentale hulp moet voor gaan zoeken. Ja, laat ons zeggen dat mijn mentale hulp vooral wel kwam van mijn vrienden en zo. Maar dat er dan uiteindelijk toch ook wel... Mensen die ervoor gestudeerd hebben, die daar dan ook al een keer naar mijn verhaal luisterden en zo. En dat ik daar wel... Waarom ben je zo bang om erover te praten? Omdat dat veel zwaarder lijkt nu dan dat was of is. Maar het is gewoon... Ja, dat was gewoon even. Dat ik dat heb en daar ben ik dan terug uitgegaan. En daar... Looks okay. Looks okay. En als je morgen terug de vernieling inschrijven... Dat gaan ze wel niet meer doen, denk ik. Allee. Nee, dat gaan ze wel nog doen. Dat gaan ze wel nog doen, maar dat gaat niet hetzelfde... Ja, dat gaan ze zeker wel nog doen. Maar het gaat nooit meer hetzelfde effect hebben op mij. Boerke en Boerinneke van Vlaanderen. Een kinderboerderij bij ons in de buurt, in Makkegem. Makkegem? In Makkegem, Makkegembos. Makkegem? In Makkegem. Nooit van goed. Wel, die deden eigenlijk jaarlijks een contest om eigenlijk een kinderboerderij in de spotlights te brengen. En dan dat was een hele dag waar je dan boerderijgerelateerde opdrachten moest doen. Zijnde zo snel mogelijk met een ei van hier naar daar en hooi stronken en wat was het allemaal. En uiteindelijk moest je ook een entertainend iets doen. Dus je moest jezelf voorstellen op een bepaalde manier. Ik heb dat dan gedaan als Firmijn Krets. Firmijn Krets, de bokser. Hallo, goedenavond. Wacht, shit, wat zeg ik nu weer allemaal? Het moment beste, maar ik heb hem duizelig. Ik denk dat zo wat het begin is geweest van ik als een entertainend figuur in... Want het straffen is inderdaad, dat feest wordt gepresenteerd door Kader Gurbus. Ja, dat was zo. En zij sprak tegen jouw moeder de legendarische woorden. Daar moet je iets mee doen met die jongen. Ja. Ja, zij zei, denk ik zelfs, van je moet hem inschrijven voor Junior Eurosong. En als ik 11 jaar was, heb ik dan de wijze raad van Kader opgevolgd. En heb ik een liedje geschreven, de allermooiste van de klas. Allermooiste van de skiklas eigenlijk, want ik had haar leren kennen op skivakantie. Dat was Marie. Dat was Marie. Het meisje dat straks jouw vrouw wordt, hè? Klopt. Maar wat zing jij in dat nummer? Je bent de allermooiste van de klas. En je koos voor mij. Als ik nu al wat groter was, vroeg ik, trouw met mij, trouw met mij. Dat zijn profetische woorden gebleven. Niet te schatten, hè? Sinds dat we 11 jaar waren, zijn we altijd
vrienden geweest, beste vrienden geweest zelfs. En dan op een gegeven moment echt close vrienden geworden. En dan heel close. Tot je vorig jaar zei, trouw met mij. Ja, klopt. Als ik al wat groter was. Ja, absoluut. Dat is zot eigenlijk. Fuck. Ja. Ze heeft gelukkig ja gezegd. Maar dus het duurt van je 9e tot je 26e voor je door hebt. Het zal dan toch mijn vrouw worden. Het ding was, we hebben daar gewoon alle twee nooit over nagedacht. We waren gewoon, dat was zoiets van, wij zijn beste vrienden en dat is zo. En jij weet alles van mij, ik weet alles van u. Dat bestaat niet, hè. Een gast van 16, 17 die... Ja, maar nee, maar wij hadden, ik zeg het, wij hadden elk ons eigen leven en liefdesleven. En dat was niet aan de orde. Dat is nooit aan de orde geweest. Echt waar, dat meen ik. Uit de grond van mijn hart. Totdat dan die zei, allee, totdat zij dan die periode dat ik dan daarnet over sprak, van dat het wat minder met mij ging. Zij zei van, kom jong, dat kan ik een keer niet aanzien. En dan zijn we samen op reis gegaan. Ah, zij heeft wel degelijk de eerste stap gezet. Oh, hoe gaat dat, ja? Ja, dat vraag ik me dan af. Als je een meisje al 15 jaar van binnen en van buiten kent, dan... Dan zal er toch een moment geweest zijn dat er een hotelkamer was waar we niet twee aparte bedden hadden, denk ik. Dat er dan stommelings... Ik was op zoek naar een poëtisch verhaal. Uiteindelijk was het wel duidelijk dat we van in het begin al voor altijd voor elkaar bestemd zijn. Dat sowieso, maar het heeft... Ja, misschien ben ik sinds de dag dat ik het nummer schreef al gewoon heimelijk verliefd. En heeft het andere vormen aangenomen. Misschien, ja. Eigenlijk ben ik al verliefd sinds dat ik haar ken. Het is eruit! Ja, tuurlijk. Oh, is goed, kom wel. Voor we beboet worden omdat we te veel reclame maken, maar dat is jouw eigen rozeenblikje, hè? Klopt. Het is voor een goed doel. Dus. Het is voor een goed doel. Hoe meer dat je drinkt, hoe meer... Onze insteek was eigenlijk, let's save the music industry by getting drunk. Zijn er al muzikanten gered van een ondergang? Daar vrees ik voor. Daar gaan we echt nog heel veel blikjes voor moeten drinken. Maar de AB's van deze wereld worden daarmee gesteund. En evengoed, ja, wij in kleinere mate. Maar hoe meer geld dat dan naar dat fonds gaat, hoe meer dingen er kunnen gebeuren. Hoeveel inkomsten zou jij nog hebben per maand? Durf je dat zeggen? Als ik geen optredens meer heb? Nu? Ik heb dit jaar 0 euro verdiend. Ik heb andere dingen wel gedaan die door mijn job en door wie dat ik ben wel heb kunnen doen. Ik heb zoiets voor Sporza gedaan of zo. Snap je? Dat goed, reclame maken voor iets anders. Maar ja, als we nu nog een tweede jaar niet kunnen spelen, dan ja, ik heb ook een huis af te betalen. Ik heb ook... Dus ja, dat is gewoon niet leefbaar alleszins. Er is precies maar één die goesting heeft. Ja, we wisselden wat af, hè. Maar dit brengt dus op straffe dagen een paar honderd euro op. Ja. Ik weet nog, het was dan op de Korenmarkt waar we dan speelden. Was er een soort van zaakje waar je dimsum kon gaan halen. Ik vond dat ongelooflijk lekker. En ja, voilà. En pintjes drinken. Van de straat naar dit ligt eigenlijk geen 5 jaar. Hè? Nee, dat is 5 jaar. Hè. We zitten nu ergens op een of andere trottoir. Een monstergroep. Ik hoop het. Te spelen. Dat is waar dat om draait, toch? Muziek maken, het naar de mensen brengen, op gelijk welke manier. En dan hopen dat je dan... Dat het dit, ik wens het iedereen toe. Op de begrafenis van je oma schreef je in een brief: ik herkende je stem uit de 1000. Dat kan toch niet dat je haar gehoord hebt? Jawel, absoluut. Dat wel, want ik passeer. Want je ziet mij ook lopen en ik weet niet dat ze daar zit en ze schreeuwt. Het is daardoor dat ik terugkijk. Ik ging er gewoon los voorbij lopen. Matje! En dan.
Mijn oma gaat hem sowieso wel al verteld hebben ondertussen. Dat het allemaal goed gekomen is. Dat hij hem geen zorgen moet maken. Hoe zit dat nu precies met die tatoeages? Ben jij tattoos, Erik? Nee, mag niet van mijn mama. Maar jij ook niet, hè? Nee. Maar toch heb je er, hè? Oh, mijn mama gaat mij vermoorden. Je durft niet thuis vertellen aan je moeder dat je... Dat is hetzelfde wat ik bedoel met... Ik wil geen gedoe. Ja, maar waar staat die? Ik heb hier een kleintje op mijn arm en dan twee op mijn knieën. En die zien dat niet. Maar ja, Mathieu, als hij naar zijn huis gaat, is het een lange broek en een lange t-shirt. Of echt waar? Ja! Dan is het dus 30 graden hittegolven gelijk vandaag. Dan zit hij daar speknat en een barbecue te zweten. Zo'n t-shirtje wat nat. Schatje, doe je t-shirt uit. Nee, ik heb hoesten. Het is zo dat het onderbewust geworden is. Van, ga naar je ouders. Oké, ja, al uw kleren. Toch? Zo goed. Heerlijk. Ik vind het redelijk onthutsend om het beeld dat ik van jou had te rijmen met de gast die er vandaag is geweest. Dat is een beetje, denk ik, de misvatting die ook is gemaakt naar mijn werk Bazaar toe dan, denk ik. Hoe dat mensen keken naar ons als, oh, dat is zo... The young brats. Ja, de young brats. Terwijl ik denk dat Bazaar nog altijd... Oh ja, kijk, het is nu weer thema, maar ik ga mij niet verontschuldigen ervoor. Ik denk, omdat ik wel echt ervan overtuigd ben wat wij maken, dat niet bestaat in het Nederlands momenteel, in België. Het is alsof jij elk uur van de dag moet overtuigd worden van het feit dat Bazaar echt wel een van de absolute topgroepen in Vlaanderen is. Dat ik daarvan overtuigd moet worden? Ja. Nee, want dat weet ik wel. Allee, en dan... Tuurlijk weet ik dat. Maar het is wel een reden waarom dat we niet dit jaar terug in een sportpaleis staan. En daar ben ik niet 100% uit aan wat dat dan juist ligt. Het enige dat ik weet, het ligt niet aan ons. Het ligt niet dat wij passen ons niet aan. Wij maken de muziek die wij graag willen maken in het Nederlands. Want wat ik niet wil doen, is compromissen maken in mijn muziek om terug te zijn wat we ooit waren. Als je van de Champions League hebt geproefd, dan wil je terug naar de Champions League. Mm-hmm. En jij bent doodsbang dat je straks in tweede klasse moet spelen. Ja, maar ergens geloof ik ook niet dat we terug naar tweede klasse gaan moeten of zo. Ik weet het niet, ja.